Bart, jij bent geboren in Weekrom. Uh, en wanneer ben je voor jezelf begonnen? Nou, ik ben uh, begonnen toen ik uh, 22 was. Mm -hmm. uh, uh, toen hebben we een eigen bedrijf gekocht in, uh, in Lunteren. En uh, daar hebben we zes jaar gezeten. Dus uh, toen hebben we een bedrijf gekocht in uh, Barneveld. in Lunteren, wat heb je toen gedaan? Ook, gewoon, Ook kalverhouden? Kalverhouden, ja. ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment werd dat uh, te klein en wilden we meer. Dus uh, zijn we naar Barneveld verhuisd. Ja. En uh, nou goed, die locatie hebben we nu nog. Daar worden dus nu uh, de kalver opgefokt uh, de eerste uh, twaalf weken. En dan komen ze dus naar Wekerom. Uh... Ze worden geboren in, in, in Barneveld? Nee. nee, ze worden geboren bij biologische melkveehouders in Nederland. Het okay. zijn dus allemaal kalveren. Uh, die worden geboren omdat wij melk drinken. Mm -hmm. Nou ja, goed, die koe moet dus eerst een kalver krijgen voordat hij melk gaat geven. Ja. En de helft daarvan uh, is uh, stiertjes. Ja. Uh, dus die zijn niet geschikt voor, uh, voor de melkveehouderij. Uh, ja. dus die kopen wij, die halen wij op. En die komen bij ons. Uh, die krijgen eerst melk en daarna het vastvoer. Hoe oud zijn ze als ze bij jullie komen? En die zijn tussen de twee en de drie weken. En dat gaat allemaal naar, naar Barneveld toe? Die gaan eerst naar Barneveld. En als ze dan dus van de melk af zijn, komen ze naar Wekerom En dan uh, gaan ze dus ook naar buiten. En uh, ja, worden daar uh, gehouden totdat ze uh, ongeveer tussen de 10 en de 11 maand zijn. En um, uh, ja, je bent dus op een gegeven moment verhuisd van Lunteren naar Barneveld, zei je? Ja. Of vanwege de vierkante meters die je nodig had, natuurlijk. Ja. Groei. Omdat we, ja, omdat we meer ruimte wilden. Ja, ja. En uiteindelijk zijn we dus weer terug op de plek waar ik geboren ben. Van je vader gekocht. Ja. Leuk, ja. En, en hoeveel grond heb je dan nou? Nou, wij hebben zelf hebben wij ongeveer 25 hectare. Uh, maar in totaal hebben we zo 230, 240 hectare die wij dus gebruiken uh, van uh, natuurorganisaties. Of samen met natuurorganisaties die, die wij beheren en daar voer op verbouwen. En dan uh, dus ook de mest uh, weer terugbrengen naar die grond. Oké, okay. we gaan uh, alweer naar het volgende nummer. Hier komt uh, Joke Bruis met Boerenkost.